Koen, eind mei moest ik bij je komen in de loods. Want jij had echt een koopje gedaan op Marktplaats. Je had de Koninklijke Sloep gekocht van Juliana 1937, 150 euro. En je was zo blij als een kind. Je hebt inmiddels het museum gehaald in Almelo. Ik zeg gefeliciteerd. Ja, dank je. Maar je appte mij en je zegt, oh Esther, kom langs, want het is zo erg. Nou, het is kommer en kwel. Het komt niet meer goed. Ja. Wat is er aan de hand, Koen? Nou, het komt wel goed. Zo erg is het toch niet. En ik blijf en ben nog steeds enthousiast, want het is natuurlijk wel een historisch stukje erfgoed. Maar naarmate we het bootje verder schoonmaken, dus we beginnen achteraan, of we zijn 2,5 weken geleden achteraan begonnen. Je ziet het wel, je kunt duidelijk zien dat die schoon is. Ja, maar ik zie ook heel veel, ik zie de grond. Ja, de dwars doorheen bedoel je. Ja. Dus dat is niet dat de bedoeling niet met een boot. Nee. Dan heeft hij dus weinig drijfvermogen. Dus op het moment dat je begint te krabben en te schuren, blijft er eigenlijk heel weinig van over. Nee, nou zo erg is het niet. Er zijn een heleboel goede dingen, maar er komen nu wel echt veel dingen aan het licht die echt niet goed zijn. Ja. En die vragen toch wel professionele aandacht. En ik ben bloemist, maar ik kan geen nieuwe... Ik kan geen nieuwe huiddelen inzetten. Ja, maar misschien had een bloemist dan ook gewoon het bloemstukje van Juliana moeten kopen en niet de boot. Nee, dat was zo saai allemaal. Nee, Esther, zo werkt jij wil hiermee varen, want je bent ook wel een beetje een waterman. Jij wil hier trouw het bruidsparen mee rondvaren, maar die dobberen echt zo dit Almelo-Noordhoornkanaal. Ja, daar wordt reddingszwemmen. Maar wat heb jij nodig? Want je komt er alleen niet meer uit. Nou, wat we nodig hebben, dat is eigenlijk hulp. Ik heb eigenlijk, naarmate ik verder kom met die boot, dan praktiseer ik een ongelukkig ding van hoe gaan we dit maken en hoe gaan we dit doen. Het kost jou donders veel tijd, dat vind jij niet erg. Maar jij kunt dit niet meer alleen of met een vrijwilliger gewoon van straat. Jij zoekt een restaurateur. Ja, en die hebben we echt nodig. En dat was eigenlijk niet gepland. Dat is meestal, ik heb een heleboel oude boten gehad en dan koop je ze en dan ben je enthousiast. Maar een goede restaurateur kost geld. Ja, die kost echt veel geld. En dat heb je niet. Nee, niet zoveel geld. En dus daar hadden wij zoiets van, wellicht is er een bedrijf of een of andere instelling die zegt van, god, wij vinden dat project zo leuk en we willen onze naam daar wel aan verbinden. Dat was eigenlijk een beetje mijn idee. Dat die bij wijze van spreken financieel zou kunnen ondersteunen, zodat we dit stukje erfgoed in ieder geval in de vaart krijgen. Want dat is toch wel de bedoeling. Dat moet ook eigenlijk. Dat kan niet anders. De Koninklijke Sloep uit 1937 van Juliana, die moet weer varen. En wanneer dat in Almelo zou kunnen, zou het toch echt prachtig zijn voor onze provincie. Zeker weten. Ja, is ook zo. Het is gewoon mooi. Ik had er misschien wellicht beter niet tegen kunnen komen. Ik heb vorige keer ook gezegd op Marktplaats. Help Koen ten Hegeler. Ja, help Koen ten Hegeler. Ja, we zijn echt op zoek naar iemand die zegt van, nautisch geïnteresseerd. En het is een heel leuk object. Er is er maar één van in de wereld. En hij is van Juliana en Bernard geweest. En Beatrix en haar zussen, die hebben hiermee gevaren. Die hebben hiermee gezeild. Die hebben hiermee geroeid. Ja, hoe leuk wil je het hebben? Jij zou mij bellen wanneer het klaar was. Nou ja, dit telefoontje kwam dus wel wat eerder. En hij is ook nog niet klaar. Zullen we dan nu afspreken dat jij belt wanneer jij iets wat van verf of zo erop hebt zitten? Dan komen we dan nog een keer en dan ooit, Koen, gaan wij samen in dit bootje varen. Ja, is goed. Wat mij betreft, oké. Okay. Maar dat duurt dus nog wel een paar jaar. Je hebt een mooie plek hier in het museum. Dus ik wens je al succes en mensen kunnen komen kijken. En geldschieters, komt ook welkom. Vooral. Welkom, heel erg welkom. Wij maken er een leuke stunt van.